Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog van zowel Vibra als de Zeeman. Ik heb ze even in beide gestopt. Ik heb bij de Vibra echt heel weinig gekocht. Dus ik dacht, ik doe het gewoon bij de shoplog van de Zeeman. Dus ik ga je laten zien wat ik bij deze twee winkels de afgelopen tijd heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten en ik begin even met een paar spulletjes van de Vibra. En het eerste wat ik bij de Vibra heb gekocht zijn handdoekhaakjes. Hier ben ik heel blij mee, want ik gebruik die dus altijd voor mijn handdoek en mijn theedoek in de keuken. Maar die van mij waren allemaal kapot gegaan. En ik kon ze echt nergens vinden, want vroeger had Zeeman ze ook wel eens. Ik kon ze nergens vinden en toen kwam ik ze gelukkig weer tegen bij de Vibra. Dus dat zijn deze. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Gewoon weer handig om te gaan gebruiken. En je hebt er ook gelijk weer 8. Dus daar kan ik wel weer even vooruit. Omdat ze nog wel eens kapot gaan. Ook kocht ik bij de Vibra deze serveertang. Ik gebruik dit altijd om mijn vlees in met omdraaien. Maar ook wel eens om mijn snacks uit de airfryer te halen. En ik heb er nu zeg maar 2. Die doe ik dan ook in de vaatwasser. En dan kom je soms wel eens tekort. Nou, dit is denk ik niet echt een vaatwasser. Oh, hij kan wel in de vaatwasser, staat er. Maar dit is gewoon eentje van ijzer. En ik heb een roze genomen. Je had meerdere kleuren, maar ik vond die roze wel leuk. Ik vind het wel een grappig soort wolkjes. En ik moet zeggen, ik ben altijd wel fan van die ijzeren ook. Dus die vond ik wel heel erg handig. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Dan kocht ik ook 2 superleuke truien. En dan ga ik heel even checken. Dat zijn deze. Het streepje is natuurlijk weer helemaal een ding dit seizoen. Ik ga ze straks even aantrekken. Het zijn hele lekkere warme truien. Ik heb hem in een maatje S genomen. Dus ik ben benieuwd ook hoe die valt. Eventjes kijken hoor. Want als het goed is, staat er ook het materiaal in waar het van gemaakt is. Het is voor 90% van acryl en 10% polyamide. Dus ja, het is net of je daar tegen kan. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Deze is dus wit met een zwarte streep. Maar ik heb hem dan ook omgekeerd. Ik heb hem dan ook in het zwart met een witte streep. Ik vind dat leuk. Ik ben dus iemand, als ik een trui leuk vind en ze hebben hem in meerdere kleuren, vaak meerdere kleuren koop. Dus ook wel leuk met dat kraagje zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat vallen, maar dat gaan we dus zien op de aanbeelden. Maar ik ben er wel heel erg blij mee, dus ik werd er wel heel vrolijk van. Ik vind de truien heel erg mooi vallen. De mouwen zijn best wel wijd, waardoor je heel veel ruimte overhoudt bij je mouwen. Maar dat vind ik zelf niet heel erg. Ook zitten ze lekker lang. Ik vind de trui ook best wel ruim vallen voor de maat die ik heb genomen. Ik heb gewoon een S. Maar wat ik ook wel fijn vind, is dat hij even goed gewoon lang zit aan de onderkant. Want het lijkt een wat korter model, maar hij valt gewoon heel mooi over een broek heen. Dus dat vind ik zelf heel fijn. Ik vind dat kraagje ook heel erg leuk. En het is ook nog wel fijn om hier bijvoorbeeld een extra shirtje met echt koude dagen onderaan te kunnen trekken. Zodat je bijvoorbeeld nog net een dichter effect krijgt bij dat V-halsje. Dus dat was eigenlijk alles van de van de Vibra. Want daar heb ik dus niet zo heel veel gekocht zoals ik al zei. Dus dan gaan we nu gelijk maar door naar de Zeeman. Bij de Zeeman heb ik een fles Robijn wasmiddel gekocht. Dit is de Pink Sensation. Het feit wilde, ik zou voor mijn moeder wasmiddel krijgen en die was hem helaas vergeten mee te nemen. En ik had het op dat moment nodig, dus hij is ook al gebruikt. Maar ik liet hem nog eventjes toch even zien, omdat ik hem toch daar gekocht had. Ook misschien als tip dat je dus ook weet dat Zeeman ook wasmiddel verkoopt. Ik gebruik dus altijd wel een merk wasmiddel. Ik krijg jeuk van goedkope wasmiddel. Dan krap ik me helemaal omgans. Daar kan mijn huid niet tegen. Maar ze hebben zowel bij de Zeeman dus eigen merk wasmiddel. Maar dus ook gewoon het A-merk. Dus daar ben ik blij mee. Ik ben benieuwd eigenlijk wel hoe die ruikt. Want ik heb hem wel gebruikt. Maar ik heb er nog niet aan geroken. Ja, niet heel bijzonder. Het is een gewone wasmiddel voor de kleurwas. Dus nou ja, prima. Dan kocht ik dit setje van de Sex and the City en die was in de uitverkoop. Als er producten bij zitten in de uitverkoop, zit er een sterretje voor. Want er zitten echt wel producten bij. Maar ik vond hem eigenlijk vooral heel erg leuk vanwege die scrunchies. Ik ben dol op scrunchies en die vond ik wel heel leuk. En je krijgt dus ook nog een maskertje. Nou, die gebruik ik ook altijd wel om op te doen met slapen. Want dat vind ik gewoon echt super fijn. Dus dat is gewoon dit setje, niet heel bijzonder.
Er zitten ook nog een paar zomeritems bij. Want ik heb niet alles in één keer gekocht. Maar dat ga ik dan gewoon wassen. En gaat er gewoon nu in de zomerdoos. Maar ja, het is misschien een beetje gek. Omdat het nu oktober is dat ik dan nog zomeritems laat zien. Maar er zaten ook een heleboel dingen bij in de sale. Ik had dit jurkje gevonden. Het is een paars leuk jurkje. Die je dus... Hij loopt een beetje schuin aan de voorkant. We gaan het zien met passen natuurlijk. En die kun je dan zo strikken. Ik vond het wel een heel erg leuk jurkje. En hij heeft dus van die splitten aan de onderkant. Wat ik zelf wel heel erg leuk vind. Dus daar werd ik wel heel blij van. Die had ik al gezien. En ja, uiteindelijk heb ik hem nog kunnen bemachtigen. Dus ik vond hem wel super leuk. Het jurkje zit eigenlijk heel mooi. Ik heb de strik nu niet heel erg strak gestrikt. Maar je kunt hem dus nog strakker maken. Ik vind de splitten aan de zijkant ook heel leuk. Het zit heel netjes. En het jurkje schijnt dus totaal niet door. Ondanks dat het een strak model is, zit hij niet helemaal aan je lichaam vastgeplakt. En ja, ik vind de maat die ik draag zelf heel erg goed. Ik vind ook dat de bovenkant heel mooi afsluit alsnog. Dus je ziet niks. Dan heb ik heel basic panties gekocht. Ja, af en toe dan vind ik het gewoon heel mooi om een panty te dragen. Nou, nu het wat kouder wordt, zou ik het wat minder doen. Omdat je er eerder voor een legging kiest. Maar je hebt soms gewoon momenten dat een panty heel mooi is. En ik heb altijd de kleur Vienna. Deze zijn 20 den. En ik heb nu tegenwoordig wel een hele grote maat. Ik heb nu 46-48 gekozen. Dus het is eigenlijk meters te groot. Maar wat wel fijn is bij een panty, je kunt hem dan wat hoger optrekken. Als ik mijn eigen maat koop, dan zakt hij heel erg af. En dan gaat het allemaal heel erg hangen. Wat niet mooi is. En juist een grotere maat doet het dan beter. En dit is panty mousse. En ik krijg dus twee panties. En ik vind ze van de Zeeman eigenlijk altijd helemaal prima. Dan heb ik dit shirtje gekocht. Die vond ik wel grappig. Daar staat op zuinig. Ik hou wel van t-shirts met een printje. En ik vond dit wel heel erg grappig. Hij ziet er wel vrij groot uit. Maar dat gaan we wel bekijken. Het is er wel opgedrukt. Dus je moet wel uitkijken. Je kunt het wel snel kwijtraken. Maar het is wel een lekker stofje zo te voelen. Dus die vond ik wel heel grappig. Ja, dit was dus allemaal ja, nog wel zomergerelateerd. Maar veel in de korting of in de sale. Het shirtje zit eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind het gewoon een grappig shirtje. Kan ook nog wel lekker zijn om in te slapen. Maar hij zit best wel leuk. Maar hij zit wel heel erg ruim. Maar ach, het is ook een heerlijk stofje voor als het wat een warmere dag is in de zomer. Dan heb ik dit leuke shirtje. Die heeft nog een driekwart mouwtje. Vond ik ook wel leuk. Zit ook wel heel erg lekker. Staat wel leuk. Leuk met die knoopjes. Het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk een blouseje met een driekwart mouwtje. Wat wel heel erg leuk eruit ziet. Zou op zich nu ook nog prima kunnen met een vestje eronder, denk ik dan. Ik vond het ook wel leuk. Groen en dan met dit patroontje erin. Ik vond het er wel heel erg leuk uitzien. Dus ja, die heb ik dan ook eventjes gekocht. Welke maat was dit? Dit is een 38, maar op zich voor een blouseje kan dat op zich wel. Het blouseje shirtje valt eigenlijk wel heel erg leuk. Ik vind de 38 niet tegenvallen qua maat. De mouwen zijn nog wel iets langer dan ik had verwacht. Ik vind hem aan de achterkant en de voorkant ook heel erg mooi vallen. Dus ja, toch wel een heel erg lekker shirtje eigenlijk nog. Dan heb ik ook twee leuke haaraccessoires gekocht en dat zijn deze strikken. Deze strikken die worden helemaal weer hip aankomend seizoen. En je had ze in drie kleuren, het wit en het zwart en in het groen. En ik heb een witte en een zwarte meegenomen. Ik vind het leuk. Ik vind het altijd leuk om wat extra's in mijn haar te doen. Je clipt hem eigenlijk. Ik zal hem er eventjes afhalen. Kijk, het is gewoon de bedoeling. Er zit gewoon aan de achterkant een clip. Dus je kunt bijvoorbeeld als je een staart maakt, kun je hem gewoon daarna zo hierachter op je hoofd clippen. En dat ziet er dan gewoon heel erg leuk speels uit. Dus ik vond het wel super leuk. Dus ik dacht, nou, die ga ik zeker eventjes in mijn mandje stoppen. Want dat vond ik gewoon heel erg leuk. En lekker betaalbaar, want ze zijn echt zo goedkoop. En ik vind het zo leuk dat Zeeman ook steeds meer leuke accessoires krijgt op dat gebied. Oh ja, dan heb ik echt een hele leuke set gekocht waar ik heel blij van werd. Dat is namelijk een rok. Kijk, het is een soort van kokerrok. Want hij zit heel strak. En het is een heel lekker stofje. Het is
ik moet hem nog wel passen. En daar hoort dan dus een trui bij. Het was echt al bijna allemaal uitverkocht. Dus ik heb de trui in een wat grotere maat. Maar ik heb hem eventjes in de winkel gewoon over mijn kleren heen aangedaan. En het kon wel. Want je kunt het ook los van elkaar dragen. En dit is dan de trui. Dus ik denk dat dat gewoon een hele leuke combi set wordt. We gaan het zometeen ook bekijken met dragen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd ook hoe het eruit ziet. Maar ik vond het wel een hele leuke set. Je zou hem ook in het donkergrijs gehad hebben. Maar ja, alles was al wel een beetje op. Ik had ook echt het laatste. Ik had de laatste rok. En ja, de shirtjes waren in de kleine maatjes ook al echt wel weg. Maar een trui mag ook wel best wat groter zitten, vind ik zelf. Zo ziet de set eruit als je hem gecombineerd draagt. De rok is echt een heel strak model. Hij zit bij mij echt perfect. Ik vind ook de splitjes aan de zijkant heel erg leuk. De trui kun je eroverheen doen. Je kunt hem er dus ook bij in doen. Op dit moment ziet het er bij mij niet uit, want ik heb hem erbij ingepropt. Waardoor je dus heel veel bubbels van die trui ziet. Maar ik vind hem erbij in ook wel heel erg leuk staan als je hem dus normaal gesproken strak trekt. Ook nog leuk te combineren met bijvoorbeeld een wit blouseje eronder, vind ik zelf. Dus ja, ik vind het toch wel een hele nette set. Toch een beetje casual, maar toch netjes. En dat vind ik echt leuk. Dan heb ik deze superleuke Spencer gekocht. Althans, ik vind hem superleuk. Je moet hiervan houden. Ik vind het heel erg leuk om dit over een blouse bijvoorbeeld heen aan te trekken. Ik heb hem bewust een maatje groter genomen, zodat hij iets langer zou vallen. Ik denk wel dat hij dan heel wijd zit bij de mouwen. Maar ik vind het dus lekker om er dus een blouse onder aan te trekken. En ik vind het heel erg leuk. Ik heb een aantal Spencers. Ik vind het gewoon heel erg leuk om dit te combineren bij je kleding. Omdat het is een heel lekker warm stofje. Dus het zit ook gewoon super lekker. Dus ja, ik vond hem wel super leuk. Ik vind het ook wel een leuk kleurtje. Dus ja, ik vind het wel leuk om hier weer kledingcombinaties mee te gaan maken. Dus ja, ik vond dat zelf toch wel heel erg tof. De Spencer zit eigenlijk wel heel mooi. Hij zit inderdaad wel iets ruimer, dat zie je ook wel. Maar zoals ik al zei, ik vind het fijn om er een blouse onderaan te kunnen trekken. En dan is het toch het fijn als het ietsjes ruimer zit, zodat het super strak zit. Zo valt hij ook iets langer over mijn broek heen. Dat vind ik zelf wel fijn. Het zou ook nog kunnen met een wat dikkere trui eronder. Dan heb ik iets heel basics gekocht, een medicijndoosje. Ik ben een medicijngebruiker en ja, het ligt nogal wel eens. Ik heb het nu een beetje rommelig. Ik vind het wel fijn om het in zo'n doosje te doen en je klipt hem gewoon open. En dan heb je zeg maar gewoon ja, hier een wat groter vakje en hier heb je dan kleine vakjes. Ik weet niet eens hoe dit precies open gaat. Ja, je kunt hier gewoon zo tussen met je vinger en dan kun je hem open doen. Dus ja, wel super handig. Alleen deze rand zit niet helemaal netjes. Maar dat kan ik wel eventjes een beetje fixen. En dan kun je er gewoon je medicijn in doen. Ook handig bijvoorbeeld als je het mee moet nemen onderweg. Dan komt dat bij mij eigenlijk nooit voor. Maar ja, het is wel gewoon heel erg handig, vind ik zelf. Dan heb ik nog dit leuke shirtje. Ik had zo'n soort shirtje al in het zwart en nu kwam ik hem ook in het wit tegen. Ik vond het wel leuk. Je kunt die mouwen dus nog langer maken, maar die zitten dus nu opgerold, wat wel heel leuk is. Het is een beetje doorschijnend, dus leuk als je hier echt een shirtje om aandoet, want anders schijnt het heel erg door. Maar ik vond het er wel heel erg leuk uitzien en ja, ik hou ook wel van dit soort stofjes. Dus ik dacht, ja, die vind ik ook wel heel erg leuk. En helemaal omdat het nu allemaal best wel goedkoop was. Dit is trouwens ook een maatje 38. Het shirtje zit eigenlijk heel erg lekker. Ik vind hem ook heel leuk staan. Omdat ik er nu een blauw topje onderaan heb, valt de kleur een beetje weg. Dus het is leuker om er een wit topje onderaan te trekken, waardoor je de kleur mooier ziet terugkomen. Ik vind het wel echt nodig om dat onderaan te trekken, anders vind ik hem te doorschijnend. Oké, dan heb ik ook nog een biker shortje gekocht. Ik gebruik deze dus heel vaak. En dit is meer een soort huidskleurtje. Ik vind dit van die handige shortjes voor onder een jurkje of onder een rokje. Omdat als je dan een keer bukt, dan ja, zie je niks. Ja, dit broekje. Maar ik vond een huidskleurige ook wel mooi. Ik heb voornamelijk altijd mijn zwarte aan, mijn grijze of mijn witte. Maar ik dacht, ja, een soort huidskleurtje is ook wel mooi. Dus ik heb deze dan gedaan. Dus ik dacht, het is wel handig. Vind ik er wel gewoon handig uitzien. Dus ja, dat is deze geworden. Het is misschien niet helemaal huidskleur, maar dit is de lichtste kleur die ze hadden. Dus ik dacht, dat is prima. Qua maat zit dit broekje helemaal perfect. Je ziet alleen wel dat je ondergoed doorheen schijnt. Dus dan zou je ook echt huidskleurig ondergoed moeten dragen. Dat had ik niet helemaal verwacht dat het zo doorschijnend zou zijn. Maar goed, het gaat eigenlijk meer om de onderkant dat je niks ziet. Dus op zich is het prima.
Ik heb ook wat ondergoed gekocht. Hier maak ik geen aanbeelden van. Heb ik al vaker verteld. Ik voel me daar niet prettig bij. Maar ik laat het wel gewoon even zien. Ik heb namelijk dit setje gekocht. Met deze mooie BH. Vond ik wel mooi. Met die onderkant zo. Niet heel bijzonder. Maar het ziet er gewoon mooi uit. Dus die. En er hoort dan een leuk broekje bij. Gewoon ook wel heel schattig. Dus nou, dat is gewoon een eventjes een lingerie setje, zeg maar. Dus dat vond ik wel fijn. Dan heb ik ook gekocht schoonmaaksponsjes. En deze hebben de vorm van een kat. Hoe leuk is dat? Hele leuke sponsjes. Het zijn, hier kun je dus, het is eigenlijk gewoon een schuurspons, maar dan met een kat. En ze zijn glitterig en ze voelen ook heel erg lekker aan. En hier kun je dus ideaal ook mee schuren. Natuurlijk, de schoonmaakmiep in mij vond dit wel handig. Dus ik heb ze in deze kleur en ik heb dan ook een setje met paars. Vond het wel leuk. Ze zijn niet super duur. En dan heb je toch wel eens een keer wat bijzonders toe aan een schuurspons. Dus ik dacht, nou, dat is wel super leuk. Het zijn ook wel van die items die je gewoon niet zo heel vaak ziet, voor mijn gevoel. Dan zijn we er bijna doorheen. Dan had ik nog een setje met ondergoed gehaald. En dat is deze. Die vond ik er ook super leuk uitzien. Leuk printje. Ik hou er wel van. En ik kom gewoon heel vaak ondergoed tekort. Want er zit alles in de was. En dan denk ik, oh chips, ik heb niks meer om aan te trekken. Dus die. En dan heb ik daar gewoon een heel leuk, mooi broekje bij uitgekozen. Dus ook een leuk setje vind ik zelf. Maar ja, daar hoef je niet zo heel veel aan vuil te maken. Want ja, ondergoed is ondergoed. En dat hebben we gewoon nodig. En ik vond ook deze super leuke tas van Emily in Paris. Kijk, er staat op. Très bien. Très bien. En Emily in Paris dan. En dan zit hier het kaartje aan van Emily in Paris. Ik vond het gewoon wel heel erg leuk. Gewoon handig ook, zeg maar. Want het tegenwoordig, omdat je natuurlijk overal tasjes nodig hebt. Gewoon handig ook om in je tas te stoppen. Je kunt hem een beetje klein opvouwen. Mocht je dan een keertje gaan winkelen of wat dan ook. Dan kun je het mooi, meenemen. Dus dat vond ik wel super handig. Dus daar ben ik ook echt wel, super blij mee, want ik hou van Emily in Paris. Het laatste wat ik kocht is nog deze tas. Die zag ik. Die had je in drie kleuren. In het bruin geloof ik en in het wit. En nou denk je misschien, je had laatst gewoon een nieuwe handtas gekocht. Dat klopt, ik heb laatst een hele mooie handtas gekocht. Waar ik nog steeds super blij mee ben. Maar deze is echt bedoeld voor een dagje weg. Dus zou ik een keer een dagje naar een petpark gaan of een dagje dierentuin. Vond ik deze wel heel erg handig. Want er kwam best wel veel in. Kijk, dit is de inhoud. Er zitten nog wat vakjes in. Dus dit is gewoon eigenlijk, het is van polyester als ik het zo aanvoel. Staat dat er ook in? Als het goed is wel. Je kunt hem met de hand wassen. Het is van polyester. Dus ik dacht, nou, dat is dan voor een dagje in een petpark of zo. Of een dierentuin vind ik dat wel handig. Je kunt hem op verschillende manieren dragen, maar dat vond ik dan wel handig. Die heb ik echt daarvoor gekocht, voor een dagje weg. Dan hoef ik niet een dure handtas mee te nemen waarvan ik dan bang ben dat die beschadigt. Dus ik heb een zwarte genomen, dus dat is deze. Dus gewoon inderdaad echt even voor een dagje weg. En ik vind dan een goedkoop tasje helemaal prima. Maar alle goedkope tasjes die ik had, die worden echt wel heel erg slecht. Dus daar heb ik even deze voor gehaald. Ik laat ook nog even zien hoe je dit tasje kunt dragen. Je kunt hem namelijk echt op je buik dragen. Wat je bij heel veel mensen nu ziet. Je kunt hem ook langer maken en korter. Waardoor je hem op de juiste gewenste lengte kunt dragen. Maar je kunt hem ook gewoon richting je rug dragen. Dus dan heb je meerdere draagpunten. Dan waren dit al mijn aankoopjes van de Zeeman en de Vibra. Bij de Zeeman was het natuurlijk voornamelijk kleding. Maar net wat ik al zei, het is echt niet allemaal in één keer gekocht. Ik heb het meeste gewoon in een aantal keer gekocht. Dus het is niet dat ik in één keer heel veel geld kwijt was. Maar ik vond het wel weer leuk. En ook die zomerse dingetjes vind ik nog wel leuk. Net wat ik zeg, ik doe dat gewoon lekker als ik het uitgewassen heb in een zomerdoos. En dan heb ik volgend jaar alweer leuke spulletjes erbij. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij laatst nog leuke aankoopjes hebt gedaan bij de Vibra of de Zeeman. Ik vind het wel jammer, ik heb de Vibra zelf niet, dus ik kan er niet zo heel vaak heen. Maar ik vind het altijd wel heel erg leuk om daar eventjes te snuffelen. Met de Zeeman kan ik makkelijker naar binnen lopen, omdat ik die dus ook echt bij mij in het centrum heb zitten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken.
Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat een belletje ook en als je die aanklikt krijg je een mail zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Ik ben ook wel benieuwd wat jij het leukste item vond trouwens, wat ik heb gekocht of misschien vond je niks leuk, dat maakt ook niet uit. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!